Hallo sappige linkjes van Just Experimenters, welkom bij een nieuwe vlog. Het is een heel klein vlogje, want ik heb eigenlijk alleen maar een grote vraag. Ik zit de laatste tijd een beetje te denken om een Engels YouTube kanaal zonder games, alleen van mezelf, van mij, Milan, superstoere boy, nee dat is niet waar, maar om er eentje aan te maken, om even te kijken of ik leuke video's kan maken, één keer per week of één keer in de twee weken gewoon wat uitkomt zeg maar. En mijn vraag aan jullie was, zouden jullie dat willen zien of denken jullie van beter doe je dat niet? Jullie hebben me natuurlijk nooit echt Engels horen praten, een paar video's, maar dat is alweer anderhalf jaar geleden. En ik dacht, misschien is het leuk om zoiets te proberen. Denk een beetje aan content zoals bij, ik heb laatst gekeken, Thatcher Joe of wat nog meer, Casper Lee. Als je een beetje dat soort dingen kijkt en jullie denken van, oh dat is wel leuk om te kijken en ik wil wel even kijken hoe Milan dat doet en op mijn kanaal gaat abonneren, dan wil ik dat graag weten. Want dan kan ik mezelf overtuigen van, om dat te doen en om, ja, het lijkt me wel leuk om eens te proberen. Ik hoop dat jullie het ook tof vinden. Voor de rest heb ik over dit kanaal, dat blijft gewoon elke dag zeker een video. Dat gaan we tenminste proberen, want we hebben steeds minder tijd vanwege stage. Maar we gaan elke keer, één keer per week sowieso opnemen. En dan nemen we meestal een aantal afleveringen per keer op. Dus dat zou eventueel kunnen. Ik wil jullie in ieder geval vragen of jullie Harry Potter leuk vinden. Of jullie Avatar leuk vinden. En eventueel wat we nog meer zouden kunnen uploaden. Misschien dat ik ook op een gegeven moment weer Pokémon ga doen. Ik heb al een paar vette games voor de DS. Die ik eventueel wil gaan doen als Avatar af is. Dat is niet zo heel lang spel hoor. Dat zullen niet super veel afleveringen worden. Maar als die af is, dat ik eventueel nog een Harry Potter op de DS ga doen. Maar dan is het twee keer Harry Potter. Dus ik weet niet of ik dat meteen ga doen. En eventueel zijn er nog andere leuke games die ik op de DS kan doen voor jullie. Het laatste wat ik wil zeggen, hebben jullie onze nieuwe outro gezien? Ik hoop dat jullie hem vet vinden. Hij komt zo meteen weer, dus dan kunnen jullie daarna kijken. Ik wil jullie in ieder geval bedanken voor het kijken van deze update vlog. Ik zie jullie graag bij de volgende video. Ik heb nog maar één ding te zeggen, dat is adios amigos.